Lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith. Ik ga jullie nu een verhaaltje vertellen over drie gezinnen die zeg maar naar Chili zijn geëmigreerd voor een jaar. Dit is een programma en dat heet Helemaal het Einde. Het komt op maandag van 8:30 s'avonds tot 9:30 s'avonds. Frans en ik vinden dit een geweldig programma. Want wij volgen dit eigenlijk al vanaf begin af aan. Maar het is al heel lang eigenlijk bezig. In deze documentaire, want misschien moet je dat zo noemen, gaat het dus over drie gezinnen. Die ene gezin heet de familie van Kooi. En die hebben kinderen. Ik weet niet of het er zes waren ongeveer, maar ik dacht het. Dan heb je een familie van Wiegen. Die hebben ook een vijftal kinderen, geloof ik. En dan gaat het over de familie Pos. Die hebben twee kinderen, kleine kinderen. Ze gaan dit, zoals ik je net al zei, een jaar volhouden voor de televisie. En ze krijgen 75.000 euro van de televisie of van het programma geboden. Daar moeten ze dan zeg maar een eigen huis voor neerzetten in Chili. En ze moeten iets neerzetten waardoor ze dan de kost kunnen gaan verdienen. De familie Pos wil zich heel erg gaan richten op de wijngaarden. Want ze willen graag eigen wijnen gaan maken. De familie van Wiegen, die willen heel graag een eigen huis neerzetten en een hotel opbouwen. En zorgen dat dat voor het toerisme dan... Sorry dat ik even af en toe wat met de camera beweeg. Ik zit even te kijken dat het goed is, zo denk ik. Die proberen dus zeg maar een hotel dan van de grond te krijgen. En dat willen ze dan doen voor het toerisme. Om daar, en ook voor de Nederlandse toerisme. Want ze gaan het Camping Hollandia noemen. Dus er kunnen dus ook tenten meegenomen worden en ja, daar kunnen de mensen ook zeg maar komen ze op een veldje te kunnen ze hun eigen tentje opzetten als ze willen. Moeder en dochter van de familie Wiegen, die willen graag iets gaan doen met stroopwafels. Ze willen een soort stroopwafels maken. Ze hebben een eigen apparaat gevonden hoe je dat kon maken. En nu zijn ze al zover in de serie dat ze dus dan... sorry als jullie mijn hoofd af en toe niet helemaal goed zitten, maar ik probeer het zo op te nemen zonder statief. Maar die willen ze dan ook later gaan verkopen, is de bedoeling. En dat het in de supermarkten terecht komt te liggen, die... stroopwafels. En ook dat willen ze dus doen om de kosten te gaan verdienen. Nou, zoals ik aan het begin al zei van dit filmpje, Frans en ik volgen dit al heel lang en vinden dit een verschrikkelijk mooi programma. En je leert ook heel veel van het land Chili te weten te komen. Want ik ben nog nooit in Chili geweest, dus ik weet helemaal niet eens hoe Chili eruit ziet. Maar ja, dat is wat wij ervan vinden. Ik hoop dat jullie dit weer een leuk filmpje van mij hebben gevonden. Ik probeer het even zo op schoot op te nemen zonder statief, wat ik al net zei. Want ik denk dat dat, als ik het even met twee handen probeer vast te houden, zo stabiel mogelijk gemaakt kan worden. Sorry als ik af en toe een beetje beweeg met de camera, want anders ben ik bang dat jullie en mij niet goed zien en mijn mond niet goed zien bewegen. Nou, ik hoop nogmaals dat jullie dit een leuk filmpje vonden. Geef het even een blauw duimpje omhoog. En als jullie graag iets over dat programma wil weten, dan vragen jullie dat maar gerust aan mij. Ik zal kijken of ik jullie vragen weer kan beantwoorden. Tot de volgende keer maar weer.
Dag, lieve YouTubers, fans, superfans en iedereen die ik ben vergeten. Tot een volgende keer.